zeg maar, prijsklassen en verschillende categorieën wonen iets te vinden zou zijn. We hebben het gebouw van de vereniging, dat hele lange gebouw, wat buitengewoon karakteristiek is. Het is een unicum in de Nederlandse volkswoningbouw. Daar hebben we in ieder geval van gezegd, dat zou je moeten bewaren, omdat het curieus en zoiets bijzonders is, maar je zou het dan moeten verbouwen. En we hebben verder natuurlijk het gebouw waar we ons op dit moment bevinden ook laten staan. En ik kan u dat aan de hand van deze maquette niet laten zien, omdat het maar alleen zo'n eindfase aangeeft. Maar het is ook mogelijk om een beperktere gedeelte aan te pakken en dat ook langzaam aan te doen. Wij hebben het uitstekend op staan, dus dan kan ik het verhaal uitwerken en zondag in de uitzending. Ik heb gegeven moment bij mijn saldo gezichtspunt, zie de Marrestein Noord er nu nog uit. Een telefoon?